Dag rollende roofdieren. Deze video is niet voor u als gelast het van hoogtevrees. Ga met me mijn inline skates van een paar serieuze hellingen smijten in twee parkeergarages. We beginnen met een ondergrondse spiraal. Mijn maten op wielen zijn trouwens Huub en Tom. Tom maakt hier uit veiligheidsoverwegingen een buiklanding. Het was een eetje zomeravond en we waren wij content dat we op de onderste verdieping frisse lucht vonden. Vijf verdiepingen naar beneden chasen was zo geestig dat we het gewoon een tweede keer aan gedaan. We rollen mee met een funky baslijn. We zijn naar de volgende array. Dat betonnen monster aan de horizon. We gaan met dat beest stemmen. Onze blades zijn ons wapens. Tom heeft heel zijn lijf weggepakt om die betonnen brute te bestrijden. Ik raad iedere inline skater aan om zoveel mogelijk bescherming te dragen. Schone auto, schone skates, schoon zicht, raar perspectief, kleine auto. Dinges. Ook schone skates. Magnifieke helling. We gaan er nog een keer van. De stad Gent heeft een serieus begrotingstekort van 30 miljoen euro of zo. Weet je wat, jongens en meisjes van Scheepcollege? Verhuur de bovenste verdieping van die parking aan een paar skateclubs. Dat heeft heldere inkomsten en een wilde ruimte. Nu verdien je er toch geen kloten aan. Maar genoeg financieel advies. We gaan maar rollen.
Ha, we hebben de asfalt gesigneerd. En nu gooien we nog een keer de spierkes los uit het skatepark. De muziek doofde uit, de stad leeft. Merci voor het kijken.